Hoi, leuk dat jullie allemaal weer kijken. Ik ben eindelijk weer in mijn hometown, Ulsan. En ik heb Dave onwijs gemist. We hebben wel heel rustig aangedaan. Maar ik ben wel weer naar een wedstrijd van Dave geweest. En het resultaat gaan jullie zien. En we gaan heel onverwachts een trip maken. Echt super onverwachts. Binnen 2 uurtjes besloten. Omdat Dave een paar dagjes vrij is. Dus dat wordt wel heel erg leuk. En de rest moeten jullie eigenlijk maar even kijken. Doei. Nou, ik ben dus weer in Ulsan, zoals jullie zien. En ik heb Dave nog niet gezien. Ik ben gisteravond aangekomen. Het was al een paar uur verder. En ik was alsnog helemaal gebroken, ook al lag ik heel comfortabel. Was alsnog helemaal gebroken, ook gewoon door het tijdverschil en reizen. Merk je gewoon, het is helemaal mijn keel gaan slaan. En... ja, voor de rest wel een prettige vlucht gehad. Dus ja, dat nek je wel eventjes. Vooral omdat ik nu gewoon merk dat alles niet helemaal meer meewerkt. Als in dat ik een beetje waggel. Overal stijf word, krampen in mijn bil. En ik word nu echt een bolly. Het gaat nu in 1 keer heel hard. Maar goed. Niet alleen mijn buik. Mijn worsten zijn ook net 2 watermeloenen. Dave vindt het nooit zo erg, alleen als vrouw vind je tandje minder ook niet zo erg. En ik moet gewoon zeggen, echt je schouders. Mijn moeder zei de hele week, loop rechtop. Nou, dat is echt heel irritant als je moeder dat nog zegt als je 27 bent. Maar ze heeft wel gelijk, maar het is gewoon heel zwaar. Maar goed, dat gaat ook allemaal wel weer in model. Of niet. Ja, dus ik ga mijn jas aantrekken, mijn schoenen en dan gaan we weer naar de wedstrijd. Ik zal jullie even meenemen naar mijn koffer. Dit zijn eigenlijk alle babyspullen. Van tepelwatjes tot thermometers en knuffeltjes, sokjes. Alles wat ik natuurlijk met de babyshower heb gehad. Maar ook medicijnen of ik bedoel eigenlijk vitamines, zalfjes. Deze heb ik weer meegenomen, die had ik besteld. Dit is echt een wondermiddel. Eigenlijk moet je iedere dag 1 zakje nemen. En als je voelt dat je griep krijgt, dan is het beste om er 3 of 4 achterover te slaan. En dan word je gewoon niet ziek. Wat het is vitamine C in een zakje. Dus dat, ik vind het het fijnst om het naar binnen te schuiven. Het is een soort van vloeibaar iets. Het smaakt niet heel lekker, maar het is natuurlijk wel gezond. En je went er heel erg aan. In het begin was het echt een klap in mijn gezicht en nu merk ik het niet eens meer. En je schuift het naar binnen en je neemt een slok water of een slok sap. En ja, het is gewoon goed voor je immuunsysteem. Je krijgt alle vitamine C, gaat gelijk naar je bloed toe. Je moet er eigenlijk even alles over lezen. Misschien zeg ik het helemaal verkeerd. Maar dat is wat... wat ik eruit opmaak. En ik merk gewoon als ik ziek word, verkouden, of neem ik meteen een paar van die zakjes. Of als je gaat vliegen. Ik had het dus nu niet genomen, want het zat allemaal in mijn koffer. Maar vanochtend wel meteen. En je voelt je echt, geloof me, een stuk beter. Mijn hele familie gebruikt het. Het is een soort van wondermiddeltje. Mijn vriendinnen gebruiken het tegenwoordig allemaal. Dus ja, ik zou het dus proberen, zou ik zeggen. Of niet. Verder eet ik over het algemeen gezond. In Nederland heb ik natuurlijk alleen maar kaas en kroketten en pizza en pasta. En eigenlijk alles waar ik zin in had gegeten. Dus nu heb ik weer appels gekocht. En banaantjes. En aardbeidjes. En gewoon, nou, niet heel boeiend. Gewoon weer een gezonde koelkast. Lekker. Ja, ik ga dus naar de voetbalwedstrijd. Doei! So good.
Hier heb ik Goedemorgen. Nog even wakker worden hoor. Ik heb nog echt onwijs last van mijn jetlag. Iedere nacht om 4 uur wakker en dan klaar wakker. Of ik ga pas heel laat slapen. Ik ben hier nu 2 dagjes. Ik kwam hier dinsdag aan. Toen zat Dave in een hotel een dag voor de wedstrijd, dat doen ze altijd. Dus die zag ik pas de dag van de wedstrijd. En toen kwam hij na de wedstrijd s'avonds laat naar huis. Dus toen hadden we woensdag en donderdag lekker vrij. Toen was het hier onwijs aan het stormen en waren toch allebei moe. Dus toen hebben we eigenlijk alleen maar genetflixt. Lekker geknuffeld, want we hadden elkaar onwijs gemist. Ik had voor Dave een kaas meegenomen en drop. Nou, dat is er allemaal doorheen gegaan. Dus ik denk dat het ook niet uitmaakt hoeveel ik had meegenomen. Maar ja, dat heeft hij dus allemaal opgegeten. Verder is het dus nu mooi weer. En Dave is net weer vertrokken omdat ze nog Champions League spelen. Spelen ze dus 2 wedstrijden in de week. Dus die is vandaag weer vertrokken. En dan, dat betekent dat hij weer een nachtje in een hotel slaapt. Dus die zie ik morgen pas weer. En dat is een uitwedstrijd. Dus daar ga ik niet heen. Dat is veel te ver. Dus ja, ik moet mezelf zien te vermaken. Het is gelukkig wel weer mooi weer. Kijk. Dus ik ga nu even naar buiten. Ik zag laatst een soort van burgertent waar ze kipburgers verkochten. En Dave zei dat ik die eventjes moest testen. Ik wilde er van de week al eten of eergisteren. Maar hij zei, ga jij dat maar even testen. Dus dat ga ik even doen. Daar heb ik wel trek in. Ik moet eigenlijk even boodschappen doen. Ik moet nog steeds die goede supermarkt vinden. Want we hebben hier tegenover een klein supermarktje. Of ik moet naar de mall gaan. En daar is alles veel duurder. Dus niet erg als je dat een paar keer doet. Maar en het is ook een stuk verder. Nou, dat is eigenlijk verder niet heel veel bijzonders. Spicy gevraagd. Alleen ik weet niet hoe spicy hier spicy is. Ik kan best wel tegen pittig, maar ik ben benieuwd. En er staat hier echt hele harde K-pop de hele tijd op. Ik weet niet of het is omdat ik ouder word of omdat ik zwanger ben, maar ja, ik heb knallende koppijn. Pittig is dus echt heel lekker. Wel echt super pittig. Dit is dus echt heel pittig. Volgende keer maar iets minder pittig nemen. Nou goed. Ik heb dus net een afspraak voor mijn nagels gemaakt. Met handen en voeten. Maar ik denk dat het is gelukt. Ze heeft voor me opgeschreven hoe laat het kon. Dus als het goed is, heb ik het goed begrepen. En heb ik duidelijk kunnen maken wat ik wil. En dus ja, ik hoop dat het goed komt. Ik zit hier bij mij om de hoek en het ziet er allemaal heel fris en schoon uit. Hopen dat ik straks nog nagels op mijn handen heb. Ik ben dus net thuis en het is wel echt zo stil hier alleen. Nou, mijn nagels zijn helemaal mooi. Hoe show je dit het best? Helemaal netjes. Ik had super duper lange nagels. 2 zijn er afgebroken doordat ik met die koffers moest gaan slepen. En wat echt bizar is,
Normaal gesproken in Nederland, als een vrouw een hele grote koffer hebt, mijn koffer woog 35 kilo. En ik stond echt te stuntelen en ik heb natuurlijk die dikke buik. En er is dan gewoon niemand hier die je even helpt met je koffer van de bagageband te halen. En hetzelfde geldt voor de taxi, die bleef gewoon lekker zitten. Ja, dus dat ging niet helemaal goed. Dus nu moest ik ze gewoon kort doen. Maar goed, ik heb het wel overleefd. Ik heb net even een kleine boodschap gedaan. Kijk, mijn koelkast is echt een beetje zielig. Hier ligt dus allemaal kaas voor Dave. Kijk, dit is Old Amsterdam die hij al helemaal heeft toegetakeld. Ik heb kokoswater, wat plain yoghurt. Het smaakt toch niet helemaal zoals bij ons. Nou, een busje Parmezaanse kaas, wat ook niet echt lekker smaakt. Het smaakt meer een soort naar van die Zwitserse strooikaas. Eitjes heb ik gehaald, wat blauwe besjes. Nou, altijd water in de koelkast staan. Wat ik dus ook heb, dat heb ik dus net gehaald. Dit is dus een van mijn zwangerschapscravings. Het is een soort van, nou, het is niet een soort van, het is een persik calippo. En mijn oma zei al dat zij echt, toen zij zwanger was, gek was op persiken. Nou, die hebben ze natuurlijk nu nog niet. Het is niet echt de tijd van het jaar. En deze zijn echt niet normaal lekker en fris. Verder, ik moet eigenlijk even een lichtje aandoen. Zo. Het is een beetje chaos hier. Verder heb ik wat sla gehaald. Dat vond ik ook niet zomaar gesneden sla. Maar die heb ik dus hier als het goed is. Het gewone sla. Nou, om even de prijzen te laten zien. Zeg maar 10.000 won is 7 euro. Nou, dit is dus niet zo heel duur. Reken maar om. Hoeveel het precies is, weet ik niet. Maar dit valt nog wel mee. Maar de aardbeien, die zal ik even laten zien. Ik heb jullie al verteld dat de appels hier echt belachelijk duur zijn. Dat ik een dag appels heb gekocht van 50 euro. En er zaten 12 appels in. Had ik natuurlijk, als ik dat had geweten, had ik ze niet gekocht. Maar dat zag ik achteraf. Ik had ze nu iets goedkoper gevonden. Kijk, dit zijn wel de appels hier. Dus het zijn echt hele, hele mooie grote appels. Maar 50 euro is natuurlijk een beetje belachelijk. Ik had nu 4 appels voor ongeveer 8 euro. Dit zijn aardbeien. Nou, wat ik dus net al zei, zijn echt super mooi groot. En dit zijn er best wel veel. Maar dit is, nou, 10.000 won is dus 7 euro. Dus dit is ongeveer 9 euro of zo. 8, 9 euro. Nou, aardbeien zijn bij ons ook best duur. Dus dat viel nog wel mee. De appels vond ik echt belachelijk. Die worden hier gewoon niet gemaakt. Nu heb ik appelsap gekocht voor Dave. Ik ben normaal ook gek op appelsap. Dit is wel een beetje kunstmatige appelsap. Anders had zo'n fles natuurlijk ook iets van 100 euro gekost. Zo. Verder heb ik niet heel veel boeiends gekocht. Ik wilde eigenlijk, omdat ik vandaag die burger heb gekocht, gewoon een salade met tonijn. Ik had nog blikjes tonijn gaan maken. En ik heb ook nog pasta en ik zag een potje pomodori staan. Ik dacht, dat is wel zo makkelijk, ik ben toch alleen. Dus, maar eigenlijk wil ik wel gewoon lekker een beetje gezonde salade. Nog meer ijsjes. Ik vond deze, dit kwam bekend voor. En deze kwam me ook bekend voor. Op de andere thee stond niet wat het was. Hier stond duidelijk peppermint op. Dus dat is prima. En dat was mijn kleine boodschap voor vandaag. In het kleine supermarktje kon ik gewoon dus niet alles vinden. Maar hier kan ik wel wat mee. Ik ben normaal gesproken dol op koken. Alleen voor mezelf alleen vind ik het wel erg veel werk en troep. Dus ik heb nu heel simpel wat sla klein gemaakt en gewassen. Een blikje tonijn erop gegooid. En een zachtgekookt eitje. En wat peper en zout. En, zei ik dat al? Balsamico-azijn en olijfolie. Dus eigenlijk heel simpel. En ik vind het super lekker. Als je zwanger bent mag je niet te veel tonijn eten. Omdat er
grote hoeveelheid kwik in zit. Dus ik probeer maar één keer in de week tonijn in het blik te eten. Maar ik vind het wel super lekker. Gelukkig. Nou, Dave heeft dus een uitwedstrijd in Daegu. En dat is een uurtje van Ulsan rijden. Ik ga eigenlijk naar alle wedstrijden, alle thuiswedstrijden. En dit had nog wel gekund. Omdat het niet zo heel ver is. Maar ja, dan moet ik dat in mijn eentje die reis af gaan leggen. En weer terug. Dus kijk ik nu lekker thuis op de bank. Dit is al de tweede helft. En ik vond het wel leuk om even te filmen omdat we 1-0 voor staan. En alle wedstrijden die ik heb gekeken nog, zeg maar thuis, die hebben ze gewonnen. En alle uitwedstrijden, wij hadden ze eigenlijk wel de 0 gehouden, wat dus geen probleem is. Maar dus 0-0 gelijk. En, maar ja, winnen is natuurlijk nog beter uit. Dus hopen dat we dat vast kunnen houden. Zeg maar, dat hele lichtblauw met wit, dat is dus Ulsan hun away shirt, of tenue, hun uit tenue. En ik moet zeggen, die vind ik nog mooier als de gewone kobaltblauwe. Zo'n mooi tenue. Verder versta ik echt geen hol van de verslaggevers, dat is wel jammer. Maar goed, ik ben al blij dat ik het heb gevonden. Dat was ook nog wel een dingetje om de juiste zender te vinden. Ik heb echt nog geen idee wie is. Er zitten volgens mij al 4 Kims in het team. En normaal gesproken leer je het wel snel, maar deze hebben gewoon echt lastige namen. Het is moeilijk uit elkaar te halen. Ik weet dan alleen Junior, de Braziliaanse jongen en Mix. Dat zijn Dave's roomies. Jongens, het is 1-1. Hier zijn we niet blij mee. Balen. Maar we hebben nog een paar minuten. Nog 10 minuten. Kom op jongens. Schiet op. Aansteller. Come on boys. Jongen. Heb ik Dave van ver gelopen? Oh, 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 oh. Dat had hij niet moeten doen. Met zijn gekke hanenkam. Hé, dit slaat nergens op inderdaad. Nou, nog wel een sensatie. Alleen, dat mag niet wat hij deed, hoor. Nou jongens, 1-1. Die kijkt niet blij. Nou ja, 1-1 is gewoon gelijk. Dus uit. Dus geen probleem. Als jullie je afvragen wat hier gebeurt... Dave is net thuisgekomen van zijn uitwedstrijd en hij is 3 dagen vrij, dat hebben we net gehoord. En we hebben besloten dat we een paar dagjes naar Manila gaan, want daar is het 34 graden. We hebben eigenlijk alleen helemaal geen zomerspullen hier. Dus we hebben minimaal ingepakt met z'n tweetjes. En dan gaan we dus gewoon naar Manila toe. Superleuk. Zo, we zijn nu aan het boeken. Are you ready, guys? Yeah! We gaan dus ook de trein naar Seoul pakken. Het is gelukt binnen de tijd. Heel goed gedaan, schat. Dankjewel.
En ja, dus we hebben eventjes binnen 4 uurtjes besloten. Binnen 4 uurtjes zitten we hier dus, vanaf de trein besloten om naar Manila te gaan. Dus nu eerst de trein naar Seoul. En vanaf Seoul gaan we dus naar Manila toe, naar de Filipijnen. Yeah. But we can. Lijkt het schat, moet ik die tasjes even pakken? Yeah. Hier in de box. Ja. We zitten dus nu al 2 uur of zo, 2 uur in de trein. En ik heb allemaal snoepjes en dingetjes gehaald. En we zijn Harder Than My Daughter aan het kijken. Is dat? Heel emotioneel ben je ervan. Emotioneel? Ja, dat is toch mooi? Ik heb meer de bal uit mijn broek gelachen. En we moeten dus nog een half uurtje. En dan nemen we een uur een taxi naar de andere kant van Seoul. En dan is het nog 4 uur vliegen, of 4,5 uur vliegen. 4 uurtjes vliegen. 4 uur. En dan komen we om 6 uur 's ochtends in Manila aan. En dan gaan we lekker bij het zwembad zitten. Echt hè. Dave heeft dus om 8 uur besloten dat we naar Manila gaan. We zaten om 10 uur in de trein. En om 2 uur 's nachts vliegen we. En dan zijn we om 6 uur in Manila. Goed, zo doen we dat. Even impulsief. Lekker, lekker spontaan. Dus we zijn nu op het station van Seoul. En we willen dus nu tickets naar het vliegveld toe. Maar de trains are done. We kregen net een telefoontje met vertaling van die man achter de toonbak. Er zijn geen treinen meer, geen bussen. Ja, aan het filmen? Ja, ik ben maar aan het filmen. En we gaan dus nu proberen een taxi of dat lukt. En hij zei, we kregen weer de telefoon en hij zei van, what about sleeping here? Dus nou, no way José dat wij dus hier gaan slapen. En dat kan ook helemaal niet, want we vliegen om 3 uur. We gaan gewoon een taxietje nemen. Mix, are you ready? Mia, are you ready? Are you ready? Yeah. Nou, dat was het weer voor deze week. Ik ben heel erg blij dat Dave er weer is natuurlijk. En super lekker dat we een tripje gaan maken naar Manila toe. Echt super leuk. Ik ben er ooit met Robinson geweest, maar dat was voor 12 uur alleen op doorreis. Toen zijn we later naar een eiland in de Filipijnen vertrokken. Maar ik heb er echt super veel zin in. Ik ben ook niet meer weg geweest sinds mei. Dus ik heb geen zon meer gezien. En het zat er ook niet in dat we nog op vakantie konden, omdat Dave eigenlijk geen dagen vrij is. Dus nu, wat konden we doen? 3 à 4 dagen vrij. 4 uurtjes vliegen naar Manila. En ik kan je het beloven, het is echt te gek. Maar dat ga ik jullie dus volgende week laten zien. Verder hoop ik dat ondanks het rustige weekje dat jullie het toch leuk vonden. En dan zie ik jullie snel. Doei. Oh ja. Vergeet niet te abonneren en te liken. En op het belletje te klikken. Doeg.